Een hele goede avond. Deze mooie maandagavond. Het is raceavond, Euromasters kampioenschap. Ronde 2 op Paul Ricard. En ik in een GT4, dus GT4 klasse. Net als vorige week in de Alpine. Die ik, nou moet ik zeggen, op dit circuit niet op rij stel. En dat zit er met name in het feit dat deze auto vrij makkelijk wil gaan uitbreken. Bij gas los. Dat heeft hij meer, lijkt wel, dan op dit circuit dan bij andere banen. Met als gevolg dat ik dus anders moet gaan rijden. Waarbij ik dus wat vaker mijn gas erop moet houden. Ik is maar een klein beetje. Wil ik niet dat ik overal doorheen ga driften en glijden. Wat er heel stoer uitziet natuurlijk. Maar gewoon niet zo geweldig is voor goede tijden. Laat ik maar zo zeggen. Beetje aanpassen. Zo. Het is 14 graden rondom. Ik neem tire set 1. Ik neem even 1 brake pads. Deze ook maar even op aanpassen. En ik zet mijn ABS iets hoger. Waarom? Om dat uitbreken een beetje te kunnen tegen te gaan. Want als ik maar een klein beetje de rem aanraak in de bocht. Het is natuurlijk inherent aan een middenmotor voertuig. Als ik dat doe in een Aston Martin of in een Bentley of alles waar de motor voorin ligt. Dan ga ik gewoon een beetje ondersturend de bocht door. Maar voor de rest niks. En dan stuur ik hem wel weer bij. Dit ding wil gewoon wegklappen. Dus, nou, we gaan eens even korte rondjes rijden. Zoals ik al zei, in dit kampioenschap is alles boven de laatste plaats voor mij winst. Voor de rest maakt het dus ook niet zoveel uit. En ik hoop alleen dat ik niet van de baan gerost word zoals me vorige week 3 keer overkwam. Waar ik wat incident reports van heb ingediend, maar nog steeds niks van heb teruggezien. Dat is wel jammer. Dan zijn ze bij RCI bezig om de website en alles te vernieuwen, dus het... Een paaltje eruit gereden, dat is jammer, want dan zie je de bocht niet meer tegen de zon in. Kunnen ze gewoon inhalen. Ik geef de drie die achter me zitten. Car on the left. Clear on the left. Nou, het is er maar één. De rest zit nog 10, 12 seconden van me. De band is nu natuurlijk nog koud, dus ook dat helpt niet mee. Het zou best wel wat genoeg te glijden te laten zien. Zijn. Gas los. Gas los doet hij dat. Dus ik moet er een beetje gas op houden. Met deze bocht precies hetzelfde. En dat betekent dat ik mijn remperiode eigenlijk al voor de bocht gedaan moet hebben. Ik kan die moeilijk gas geven en remmen tegelijk. Dan krijg je hele gekke dingen. Vanmiddag heb ik mijn snelste tijd hier gereden, 2.07.4. En dat is op hetzelfde niveau als met de Aston Martin GT4, dus daar ben ik dan wel weer tevreden over. Maar je ziet wel dat zelfs de amateurs in deze server het beter voor elkaar hebben, want die rijden allemaal 2.05.206. Dus ik ben echt wel een klapje langzamer dan ik zou willen.
En je hoort er aan de banden gieren. Zodra ik mijn gas echt loslaat en ik stuur, dan gaat de achterkant gewoon die wil inhalen. De kont wil de neus inhalen. Dat is eigenlijk het constante gedrag van deze auto in deze lange bochten hier op Paul Ricard. Ja, wat is dit nou, man? Natuurlijk, kreeg ik er ook een SA-aantekening voor. Kom op, hè. BMW GT4, die rijdt gewoon voor me weg. Dat is natuurlijk wel een bij uitstek een auto die geschikt is voor de lange rechte stukken. Want de Alpine mist gewoon vermogen. Je kan de mate waarin je de bocht in of uitdraait redelijk bepalen met je gaspedaal. Want gas los betekent dat de kont die in wil halen, betekent dat hij sneller draait. Alleen te veel, ja, dan kom je er niet meer uit. Dan zit je in de spin. Start erin. Dus ik vind het lollig rijden, Alpine. Echt waar, want je kan dus echt wel met het gaspedaal ook gewoon een beetje sturen. Maar misschien is het ook dat ik gewoon meer snelheid gewend ben. Net even te oefenen ook voor de race van woensdag op Kyalami. 2.079. Ja, dat is toch wel weer fijn. En daarmee tweede van de 6 GT4's die nu op de serie zitten. De server zitten. Is te wijd. Maar goed, dan rij je GT3 op Kyalami en een Aston Martin. Het gaat natuurlijk gewoon bloedsnel. Ook vanwege de muurtjes en dergelijke langs het circuit. Die langs zoeven. En dit is een grote open vlakte waar je langzamer rijdt. Oh jongen. Als ik in 207 kan rijden is het mooi. En als ik in de race 208 kan aanhouden, dan is het wel prima. En dan zal het met name weer kapitaliseren zijn op fouten van anderen. Op de GT3 aan. Moet snel zijn. Oh, jongen. Nou, het ziet er heel spectaculair uit.
hebt toch een snarzand onder gedrift. Er gewoon uit. Kost niet eens zo vreselijk veel tijd. Zou ik zelfs zeggen dat mijn banden een beetje te warm zijn nu, maar dat komt misschien door die glijpartij. Kijk hoe ze zich op het rechte stuk houden. Ze zich een beetje afkoelen. Zo te nemen, langzamer, denk ik wel een ton tijd. Dat is voor een halve seconde af. Dat is een mooi leermomentje. Nou, dan ga ik de tijd van vanmiddag, mijn snelste trainingstijd, even nader zo te zien. Ja, banden koelen weer wat af. Lost the connection. Server ligt eruit. Even een tijd noteren, dan kan ik zien waar ik sta. Daar een klein beetje met uitsturen. Geef meteen die 14 uur weg. ...2078, misschien 9. Server eruit.
is hij. Nou, niemand heeft tijden, dus hij is terecht goed uitgestuiterd. Nou, een paar rondjes neerzetten. Dat mijn actie absolute top echt in de hogere 207 zit. Ik heb vandaag dus al deze week al mensen op de trainingsservice 205 zien doen met een GT4. Dat vind ik echt wel snel. Het kan natuurlijk zijn dat dat allemaal pro-server drivers waren. Dat zijn natuurlijk twee splits. Ik rij in de amateursplit. Maar we zullen het zien. Zo, ik kan me redelijk redden in GT3. GT4 is voor mij echt een moeilijker iets. Terwijl het gek is, de auto's zijn langzamer. Nou, dat is natuurlijk niet per se gek. Als je een foutje maakt, dan red je het dus ook niet te vermogen. Uitgekiept doorheen rijden. En deze auto's zijn zo mogelijk nog meer karaktervol dan GT3 auto's. GT3 auto's kun je redelijk in rang schikken als auto's met de motor voorin, in het midden of achterin. En dan vervolgens wel nog wat verschillen onderling. Deze auto rijdt compleet anders van een andere middenmotor, bijvoorbeeld de Audi. Wat ook een middenmotor is, rijdt gewoon compleet anders. BMW en Aston Martin en Mercedes niet te vergelijken met elkaar. En Ginetta wat dat er gaat. En Mustang zit er natuurlijk ook nog in. Of nee, Camaro. Mustang. Chevy Camaro. Dus al met al, ik vind het wel gaaf, maar ik vind het ook rete lastig. Ergens heb ik een soort van spijt dat ik niet ook GT3 gekozen heb hier. Maar ja, dan rijd ik 2 kampioenschappen GT3. Ik wil ook wel een beetje afwisselen. Eigenlijk moet ik wel een beetje gas geven wanneer ik de bochten inrijd. Dan ga ik niet glijden. Hier precies hetzelfde. Zodra ik de bocht loslaat, dan gaan we. Je hoort hem slippen. Als ik het rustig en gedecideerd wil doen, en dan is hier dus lastig, want hier moet ik laat remmen. Dus ga ik glijden. Als ik het beheerst wil doen. Yellow flag ahead, be careful.
is dat de weg. Kijk eens hoe die tijd uitloopt. Echt, meester zijn we aan het gaspedaal in deze auto en helemaal nog op dit circuit ook. Beetje te veel en je onderstuurt, beetje te weinig en je overstuurt. Dat is het, dat is de truc. Ik denk dat dat ook een beetje de truc is om een goede tijd neer te zetten. Want ik doe het daarmee dus uitgesproken rustig aan. Te veel. Ik zat in de 207, nu in de 208. Maar het ziet ook wel eens goede training, want GT4 rijd ik nog niet bepaald veel. Als het toch een beetje allround een goede rijder wil zijn, dan hoort het er gewoon bij. Maar god, dat voelt alsof ik stilsta vergeleken met de GT3 zeg. Nu 15 overall van de 29. Vierde van de 8 GT4's op de baan. Ga ik er even vanuit, pessimistisch gedacht, dat er nummer 5, 6, 7, 8 gewoon nog niet op de baan zijn geweest. Maar toch. Hier een beetje gas bijgeven. Dit is sowieso te hard. Moet gewoon een klein beetje gas op de achterwiel houden. Wil die niet uitbreken. En als ik wil dat hij iets meer instuurt, dan laat ik dat gas een klein beetje los. En induceer ik wat overstuur. Dat is de grap met deze auto. Ah, natuurlijk. Net over de lijn heen. In Valid Lab. Nou, nog eentje. Dan gaan we even de track bekijken. Drinken pakken. Toiletje doen. Straks kwalificatie. De eerste 10 minuten in de kwalificatie zijn voor de GT4's. En ook voor de baan. Nou, bekijken maar. Oké, laten we eens even kijken.
Ik heb voor mij niet echt een bochtenoverzicht van deze baan, nee. Timetables. De snelste was de derde ronde, die gaan we even een replay pakken. Het rechterstuk over, langs pit straight. Die hard in de remmen. Tweede of derde versnelling. Beetje over de binnenkant. Ook een klein beetje over de binnenkant. Dit is hem als je niet hard uitstudeert, dan kom je aan de buitenkant. Het is wel een gaaf circuit. Zeker omdat het heel veel layouts heeft. Dit GT circuit heeft een mooie layout met dat hele lange Mistral straight. Formule 1 zit er iets meer chicanes in. Die ze gewoon bij prikken. Je zal wel zien. Dus komen die lange draaiers door. Dat is zo link met deze auto. Want die wil zo graag uitvouwen. Uitbreken. En dat lange Mistral straight op. Dan zie je straks in de verte. Zie je wat chicanes ontstaan. Die in de Formule 1 gebruikt worden. Hier is er één. En hier. Waar Max nog die mooie inhaalpositie maakte op Valtteri Bottas dit jaar. Ik heb wel wat met een lang rechtstuk om even lekker topsnelheid te pakken. Deze bocht voor nou is echt lastig. Want uitbreken is hier gewoon zo'n hobby. En zelden met deze lange doordraaien. Je gaat er als 3 in. En je komt er aan het eind laag in de 3 of in zijn 2 uit. Om dan weer uit te accelereren. Naar een paar langzamere, ook lange draaiers. Of het nou zijn motorinstelling is, of zijn motorpositie is, of zijn wielophanging is, dat ik weet het niet. Vering en damping. Deze auto heeft natuurlijk geen dempers, alleen maar veren. Als ik het goed heb. En dan hier weer een langzame bocht het rechte stuk op. Is het zo wat ik nou net zeg? Oh ja, geen bumps, geen fast bumps en fast rebounds. Die zitten er niet op, dat heeft hij niet. Dus alleen maar normale schokbrekers en normale vering. En ook geen bumps op ranges dus. Ja, dat maakt hem wel nerveus. Laten we het zo zeggen. Dus daar zit echt wel zo'n weak point voor deze auto. Samen met het gebrek aan power. Ligt nu een vijfde van de GT4's. BMW is hier in principe wel in de meerderheid qua power. Dat is ook iets, maar 8 GT4's vind ik ook wel jammer. Leuk is dat ik met deze gasten ook race op vrijdag. Dan zitten ze uiteraard in andere auto's. Nou, Watts zit er nog steeds zonder tijd. Dus ik heb nu de 5e GT4 tijd. Om het al valt er toch nog mee, hè? Allemaal 208. En ik heb 207 gereden, waren die niet geldig. Dus er is een kans. Olsen niet, Olsen is weg. 2068. Klaar. En die rijdt 207's van zichzelf en 2068 is uitschieter. Even kijken. Kijk naar Kaneko, dat is ook een BMW. 11888888. Dus weet je, er is een mogelijkheid.
Dus we gaan het zien. Als ik zo naar de timetables kijk, naar de GT4 kijk, denk ik, nou, dat is dan weer niet zo zorgwekkend. Dan is het nog best een aardige tijd. Als ik 2.074 had gereden zoals ik vanmiddag heb gedaan, dan zou ik dus op tweede plaats staan. Nou is het practice, hè? Zegt niks. Watson Wells hebben nog niks neergezet. 9 GT4's. Oké. En sowieso, want ik rij hier met de Aston Martin ook 1.57's. Dus weet je, als ik GT3 rijden in dit kampioenschap, dan zou ik ook gewoon in de top 5 zitten. Gebaseerd op deze tijden. Kijken of ik het inderdaad correct heb dat de kwalificatie de eerste 10 minuten één mandatory pitstop met 1 liter of fuel. And the first 10 minutes are reserved for KTV's only. The middle minutes for KTV's to finish a lap, they started. The final 10 minutes reserved for KT3's only. Okay. Oké, nou, dat gaan we zo eens even doen. De eerste 10 minuten is voor ons. Met als enige optie, het enige doel voor vandaag weer is niet laatst te worden. Voorlopig lukt dat. Ik ben benieuwd als ik straks een 207 kan rijden. En dat lukt de rest niet, het is allemaal 208's. Als dat zou lukken. Is dat natuurlijk wel grappig. Maar goed, ik weet niet wat Watson Wells gaan doen. Natuurlijk, die hebben nu nog geen tijd neergezet, dus daar kan ik moeilijk van inschatten. Olsen is de voorste beat, denk ik. Die zit gewoon eigenlijk alleen weer in de zevens. De volgende is Krakke. Nou, die lijkt hier één ronde mazzel te hebben gehad. Brown ook in een Porsche. Nou. Zou het. En ik had het al gezien. Dat doet Grondmark. 10, 9, 10, 10. Ja, KTM. KTM heeft een leuke topsnelheid hoor. Of een leuke acceleratie. Maar het bochtenwerk van de KTM is echt... Die auto wil alleen maar glijden. Die auto kan gewoon niet normaal bocht corneren. Mij lukt het in ieder geval niet. Kom hier gewoon terug. Oh jawel, zie je wel. En Tim Ireland. Ja, oké. Okay.
Oké. Dus 82 BMW's zit hier ook in. Ja, er is die Olsen. Dat is Frank Olsen. Oké. Broodje kaneel. In Discord. Oké. Track 24. Wat is dit nou weer? Temperatuur veranderen ineens. 18, 24. Safe. Low tire pressure, stay away from curbs. Nou, kijken wat we ervan maken. Oh, dat gaat goed. Ja, ze geeft er 3, vriend. Jij mag nog niet. Koude band is het nog erger. Het geglij. En underinflated en gewoon niet de grip hebben. Iets op temperatuur wel hebben.
betekent voor al deze bochten dat ik gewoon een fractie eerder moet remmen. Wil ik niet volledig driftend door die bocht heen gaan. Ik moet weer op het gas tegen de tijd dat ik de bocht daadwerkelijk enter. Dat trucje even in de hoofd houden. Nou, dan moet het toch best wel goed komen. Eerste poging. Gelukkig vrij veld vormen. Eindelijk een beetje te snappen hoe ik deze auto kan laten doen wat ik wil. Dat is veel meer met het gaspedaal werken dan ik gewend ben. Met name gewend om front-engine auto's te rijden, die zijn gewoon wat simpeler erin. Dat ben ik net te laat met het vangen. Oh. Het kost me wat tijd. Zo is je goed. Lage 8. Een vierde tijd. In de plus, dus niet heel veel. Ik moet erg rustig doorheen, anders drift ik er gewoon uit. Kijk, zie je het geintje van daarnet, dat was gewoon een half seconde. Rustig in, rustig uit met het gas. Lage 207. Ondertussen één na laatste. Ah, niet meer. Vijfde.
iets meer te winnen als ik met z'n drie pak, maar ik heb het over 700ste. Dus het is niet. Ja, die het kleine niet weert. Het is het grote niet weert. Maar 207.5 is maar een tiende hoger dan de snelste hier. Dus ik ben er ook niet ontevreden mee. Ik zit nu provisioneel met 207.1. Nou, moet ik nog wel even waarmaken in dat laatste bochtige gedeelte. Oh, ja, daar ga je. Kijk, en als je auto zijn richting gaat nemen, dan krijgen we er heel moeilijk weer van af. Niet de snelste lijn door die bocht. Nou, 207.4, maar die telt niet. Laatste keer. Dan moet ik naar binnen. Ik ga meteen naar binnen als het niet sneller is. Oh, dit is al te hard. Goede exit, dus ik ga tijd pakken op het rechte stuk. Minimaal. Oh, niet. Ik dacht een goede exit. Dit is lekker. Ik denk niet wat ik wilde. Dat is zo lastig om in te schatten. Nee. Ah. Nou, dan gaan we naar binnen. Dat is een heel naar plekje. Want als je daar uitaccelereert, dan wil je natuurlijk naar buiten. Maar zodra je ook maar een klein beetje te ver over de curbstone gaat, dan vindt hij hem invalided. Dan weer voor recalcitrant gedacht. Zo. Dat vind ik toch niet verkeerd. Serieus. Helemaal fijn. Echt helemaal fijn. Ik ga even een plasje doen, drinken halen enzovoorts. En dan kom ik straks terug. En dan gaan wij gaan wegracen.
Zo dan. 56-0. Dat is aardig. Maar dat ik wel top 10 gereden in GT3. Ik vind het altijd leuk om te kijken. Want ik groei dus wel, hè. Ik vind het leuk. Want ik race mezelf een ongeluk. En het gaat met tienden en honderdsten. Twee GT3 zitten geen tijd neer nog. Of helemaal niet. Geen flauw idee. Dat vind ik persoonlijk irritant. Want die jongens zijn sneller dan wij in de GT4's. Ik doe mijn vest uit, maar toch vind ik dat tegenvallen. Kabeltjes gaan doen. Met een vliegje ook en twee sets pedalen en een vlotte quadrant en een race stuur en een track IR. Wil het nu wel een beetje rommelig worden qua draadjes. Toch een BMW, hè? 55-7 sneller. De BMW's die hebben een extra gewicht mee, zelfs dit weekend. Deze race. Omdat ze wat te snel bevonden zijn. Er is wel een fix uitgebracht, maar ik geloof niet dat RCI daardoor besloten heeft om de weight penalty eraf te halen. Ah, die andere twee zijn ook weg. Die hebben ook een tijd gereden. Oké. En je ziet het dus wel, hè. Alle BMW's onderaan. Op een paar na. Is er ook eentje in de top 2. Top 5. Een 8, 9. En voor de rest alle BMW's onderaan. Ik sta in de middle of the pack. Dus het kan wel eens een hele spannende race worden. Nou is het alleen nog keep you cool. Want het is natuurlijk heel moeilijk of heel makkelijk om... Laat ik het zo zeggen. Als er een foutje gemaakt wordt. En je ligt zo dicht bij elkaar. Ja, dan ga je even vanuit dat de racetijden vergelijkbaar zijn straks. De rondetijden. Zitten we allemaal in 207's. Dat betekent gewoon. Dat als één iemand een foutje maakt. En die is er 3 seconden uit. Dan haal je niemand meer in. Want iedereen rijdt net zo snel als jij daarna. Zo'n dingetje. Dit valt me ook wel op. Want die BMW M4, GT4, is bloedsnel op rechte stukken. En dit circuit heeft 2. Eentje, verschrikkelijk lang.
Ik had 10, 11, 12, 13 gelegen. Ergens in de top 15 had ik gestaan, GT3. Goed. Wij gaan racen. 1 uur. En voor zover ik weet... ik moet even mijn fuel uitrekenen. Belangrijk. Ik heb helemaal niet gedaan, joh. GT4. Oh, ik weet niet eens wat mijn gebruik is, jongens. Oh, wat een prutser. Ik heb helemaal niet op zitten letten. Polycar. 14 om 14. Is de temperatuur. 2,67 estimated. Dan is een safe hoeveelheid 83. En dan neem ik lekker 85 mee. En bij een pitstop neem ik 1 liter. Ik ga ervan uit dat ik gewoon 1 pitstop ga pakken. En ik wissel geen banden, tenzij het echt misgaat. Misschien dat ik een beetje druk bij moet gooien, maar dat zie ik wel als ik echt banden zou moeten wisselen. Ik ga ervan uit dat dat niet hoeft. Wat ik natuurlijk kan doen, is dat ik 1 puntje omlaag zet. Nee, omhoog, eikel. Als het nou afkoelt... Even kijken hoor, pit window met refuel mandatory. Het is 8 uur in de avond, dus het gaat afkoeling. Ah, ja, dat mocht niet. sorry. Oké. Okay. Yes. Dus het gaat afkoelen. Dus ik een gaatje bijzet. En het gaat afkoelen. Prima. Doe maar. Oké. Okay. Dus ik heb hem op 13 ingesteld. Nou, als het afkoelt naar 12 is het ook prima. Ik heb 85 liter bij me, daar zou ik ermee uit moeten kunnen rijden. Ga ik vanuit. Dat betekent dat ik op de helft van de race op niet onder de 42 moet zitten. Aan liters. Als checkje, zeg maar. Oké, okay, nou, GT3 lekker voor het is. In de GT4-klasse Tom Watts met een Mercedes. Dan Mike Brown met de Porsche. Frank Olsen met de BMW. Dan ik met de Alpine. Oliver volgens mij Kraken met de Porsche. Grommark weet ik zijn voornaam niet. De KTM. Kaneko met een BMW. Ireland. Tim Ireland met een BMW. En Johnny, dacht ik. Johnny Wells. Jonathan Wells met de Porsche. Leuk veldje wel. En dat mag niet. Tim Ireland, ja. Dat is hem. Ik ben echt benieuwd, want ik had niet verwacht dat ik vijfde of vierde zou staan. Ik sta vierde. Dat had ik niet verwacht. En dat vind ik best wel cool. Dan heb ik deze week dus voornamelijk met pro's in de practice server gezeten. Die allemaal 205, 206 rijden. Ik denk, jezus jongens. Dat gecombineerd natuurlijk met het constante geglij van die Alpine. Want ik zie van nou jongens, er wordt helemaal niks. Maar dit vind ik eigenlijk niet verkeerd. Nu is het keep je cool en geen fouten. En hopen dat niet meer voor mijn ballen rijdt. Want ja, laten we wel wezen. Nu een foutje maken. En ervan uitgaan dat anderen dat niet doen. Dat ze geen problemen hebben. Zorg ervoor dat je eigenlijk ook niet meer bijkomt. Dat is eigenlijk het hele eiereten. Iedereen zit zo dicht bij elkaar met die tijden. En ik ben aeroprone in deze auto. Dus ik zit niet helemaal op mijn gemak. Maar ik ben al blij dat ik in de top 4 sta. En nou ja, wat ik al zei. Het doel van deze race is gewoon lekker fun hebben. Dit is het hele kampioenschap. En niet laatste worden. Dan ben ik eigenlijk al blij.
Jusso Grondmark heet hij. Jusso Grondmark in de KTM. Ik rijd ook op vrijdag tegen hem in het GT3 kampioenschap. Meerdere trouwens die hier rijden, rijden op vrijdag ook in het kampioenschap. Wel leuk. 30 seconds. Here we go. Ignition en start. Dat zwakke grommetje achter me. 1.8 4 cilinder. Turbomotortje. Ik zeg inderdaad tje, want de BMW is een volgens mij een 3,5 liter 6 straight. De Porsche is een 3 liter H6. KTM is 2 liter 4 cilinder. Is die dan vergelijkbaar dan? De auto's die natuurlijk niet meereden, is een Euromaster kampioenschap. Dus de niet-Euro auto's rijden niet mee. Nou, dat zijn dus de Camaro, de Aston Martin. Ja, dat zijn de jongens met de hele dikke motoren. Camaro is een 5.7 liter V8 geloof ik. Of zelfs 6 liter. Low tire pressure, stay away from curbs. Beetje de remmen opwarmen meteen. Voordeel hier met een lange opwarmronde, formatieronde. GT3's, daar koelen die banden wel van af als je langzaam rijdt, want die komen uit bandenwarmers. GT4's beginnen met steenkoude banden. Enthousiast. Een van de grotere nadelen van deze auto vind ik toch nog steeds één zijspiegeltje. Ja, twee, maar geen binnenspiegel of geen scherm daar om te zien wat hij direct achter je rijdt. De radar is dan eigenlijk nog te dichtbij. Dan zijn ze al te dichtbij als je het radarschermpje bovenin ziet. Wat eigenlijk een lifesaver is als je iets moet inhalen. Of ingehaald wordt. Deze bocht hier, aan het eind van Mistral Straight. Go in double file. We moeten links aansluiten. Goed. Het is 24 januari, 9:15 bijna. En we gaan beginnen met het Euromaster kampioenschap GT4. En here we go. Op Paul Ricard. Clear on the right.
Komt er een naast me, dan komt er een achterop. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Slow car ahead. Car on the right. Clear on the right. Voorzichtig, voorzichtig. Als iedereen ook voorzichtig bij mij is. GT3 heeft het gewoon lastig hier, joh. Ja, topsnel redt hij het wel. Liggen we vijfde op de negen. Car on the right. Pit window is opening. Clear on the right. Topper. Car on the right. Clear on the right. Hey, een GT3. Kom jij daar? Car on the left. Ja. Yellow flag, be careful there. Slow car ahead. Yellow flag ahead, be careful. Eerste ronde overleefd. Zesde. Nou, dat wordt zevende nu. Nee, niet doen. Niet doen, auto. Kijk, dit is het foutje bedoel ik. Weg zijn ze. Iets te hard de bocht in komen. Zelfs iemand de pitstop in geweest, zie ik. Ik denk een GT3. Te snel de bocht in, dus daar ga ik hier spijt van krijgen. Yellow flag, be careful.
Meneer Roos, GT3. GT4 is voor me, zat op nog 2-3 seconden. Verschillen zijn klein. Achter me. Car on the left. Clear on the left. En nog één. Car on the right. Clear on the right. Well done, mate. Personal fastest lap. Langzamer deze bocht in te komen, kan ik hier eerder uit accelereren. Technisch stukje. Het levert gewoon 4/10 op. GT3 zien pitstop hebben gepakt. Dat ik dichterbij kom bij Grunmark. Out of bounds deze, maar de tijd blijft 2085, 209, 209, 208. Te gelden of niet, het is wel een tijd. Seconde voor nu, provisional op mijn snelste tijd, geldige tijd van 209.3. 208.2. Oeh, dat is close jongens. Pas op.
hij komt wat dichterbij aan ze. Alleen is het verschil nog niet bepaald groot genoeg om te zeggen, daar ga ik even een clean overtake op nemen straks. Kijk eens, 2.8-0. 2.8-1. En zij rijden 2.09-2.10. Hoop in bange dagen. Missen bocht. Moet rechtdoor. Dat geeft hem vrijwel zeker een warning. Brown of krakken. Kan ze met elkaar. Brown is achter me. Inhalen. Zo hard. Car on the right. Ja, ik durf gewoon niet te hard met deze auto door de bocht te smallen. Ik ben zo bang dat ik die achterkant verlies. En als dat zo is, ja, dan weet je dan. Als ik een spin heb, dan ben ik 10 seconden, 15 seconden weg. Ja, die maak ik nooit meer goed. We zijn terug aan elkaar gewaagd. Slordig. Slordig, slordig, slordig. En nu reken 2-10. En de rest 2-8. Even een kans te ruiken. Kijk, een beetje aero winst, maar ja. Car on the right. Three wide. All clear. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Kan ik hoor schade. Achter. Nee, 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 niet doen. Ah, jongens, kom op nou. Car on the left. Clear on the left. On the right.
Nou ja, zo gaan we mooi naar achteren. Kleine foutjes, doen we er dat om. Ja, hun ook. GT3 vind je niet heel snel, vriend. Gaan we eens inhalen. Daar komen de GT3's, 10 seconden achter ons. Die gaat er binnen. Brown gaat er binnen. Stuk. We zijn natuurlijk lekker aan het battelen, maar ja, ik ook. Nee, klote apparaat. Nou ja, weet je. Zo vergooi je wel een race. Waar is die laatste GT4, man? Vals rebound, vals bumps. Als je dan over die curbstone heen gaat, die zijn natuurlijk een beetje gekarteld. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Faster.
niet de behoefte om een pitstop te pakken. Dan nog in de vierde pits. Tim Ireland voor me nu. Maar er zijn natuurlijk wat mensen al in de pits geweest. Ik heb Tom Watson achter me. Die heeft al een pitstop gemaakt. Wells ook. BMW voor me loopt gewoon weg op het rechtstuk. Wat doet hij zich aan? En de Mercedes achter met Tom Watts. In principe ook. Die ligt nu achteraan dan in de vijfde in de GT4. Maar ja, die was natuurlijk eerste. Gekwalificeerd. Thank you.
zon gaat langzaam onder, maar dat helpt niet. Nee, niet doen. Kruip dichterbij aan Ireland. Duizendste precies te zijn. Gaining zou ik het niet willen noemen. De 85 liter heb ik goed ingeschat. Daar kom ik ruim bovenuit. Maar het verbruik is nog 2,43 en niet 2,67. Never mind. Die 10, 15 liter te veel bij me. Maakt echt niet dat ik heel veel langzamer ben. Een drive-thru voor Ireland. Oh, dat is lekker. Lullig voor hem, maar goed voor mij. Die heeft gewoon te veel... Tracklimits overschreden. Chris Humphries, GT3 achter me. Drive toe. Oh niet. Oh niet. Hij mist de pitstraat. Oh. Hij mist de pitstraat. Ja, het is mijn geluk. Eerlijk is eerlijk. Nou in die bocht. Dat kost me heel veel tijd over het hele rechtstuk nu. Ja, daar komt Ireland. Punt 8, punt 7. Halverwege de race. Ik zei ik moet 42 over hebben op de helft. Ik heb 49 liter over op de helft. Dus ik heb 14 liter te veel in totaal. Maar dat boeit niet. Ooit één keer zonder brandstof komen te zitten. Je wil het niet. Ah, dan pak ze drive-thru.
Hou hem maar in. Car on the left. Clear on the left. Tom Watts zit nu 4,5 achter me. Dat is ook niet verkeerd, hè? Want die reed net 6 seconden achter me. Dus hij mocht dan eerst gekwalificeerd zijn. Maar het verschil valt best wel mee. Natuurlijk heeft hij al een pitstop gemaakt. Ik lig in de klasse nu op de derde plaats. Oh, jongens. Het kost tijd, hè? Starter insturen. Uitdrijven. Weer op moeten pakken. Ik weet de schade nog beperkt houden, maar... Banden voelen nog steeds goed aan. Ik denk dat ik gewoon zo lang mogelijk door blijf rijden. Moet de pitstop maken. Krak is 10,6 seconden voor me. Moet ook nog maar winnen. Ja, ik gok natuurlijk op dat ik met 1 liter brandstof gewoon uitkom. Geen nieuwe banden. Als iemand vindt dat hij nieuwe banden moet halen, omdat hij denkt dat hij daarmee sneller is. Be my guest. Die zon wordt echt irritant nu. Stuurpunten en rempunten zijn nagenoeg niet zichtbaar door de zon. Best maar. Ik ga vast links zitten. 1 seconde, dat moet je kunnen halen. Ja, daar komt ie. De volgende BMW fetischist. Pitwinnaar is nog 23 minuten. Ik lig tweede in de klasse. Dat blijf ik niet, want die mannen hebben natuurlijk allemaal pitstop gemaakt naar zo'n beetje. En Watts komt eraan. En die voor me ligt heb ik nog geen pitstop gemaakt.
Wat steeds dichterbij. Maar goed, die rijdt ook 2-0 achter. Weet je, die mag toch wel gekwalificeerd hebben op 2-6. Strijdende mannen aan. Ja, die heeft er net gebruik van natuurlijk. Toch een beetje opzij voor die GT3'er. En wat smaakt er gebruik van? Uh-oh. Warning 2. Tom is net een tandje sneller dan ik. Car on the left. Clear on the left. Faster car coming up behind you. Thank you.
the left. Netjes. Pass the car behind you. Oh, mijn boys, ook nog niet gepit hebben. Top 5, 6. Bij het GT3 veld. Banden zingen het wel uit. Gaan ze een beetje onder druk komen, maar. Geen change tires. Hand bij de ignition. Stop. Ignition aan. Oh, crap. Let the door stop, it's not clear. Let's go, go, go. Dat ging een beetje fout. Ik deed te snel mijn ignition weer aan. Het lijkt nog steeds derde te liggen. Dat is dan wel weer bijzonder. Back where we started, zou je kunnen zeggen. Fast car behind you. Ja, dat is altijd. Hij doet zijn best maar. Roos is een GT3, zit achter me jongens. Wat is dat nou? Brown, 28ste. Die zit 15,5 seconden achter me. Wie zit er voor me? Meer dan 15 seconden in ieder geval. Dan ben ik hier wel dat de branden het moeilijk krijgen. Brown in de gaten houden. We doen auto. Grondmark, 19 seconden voor me. Ah, die hou ik niet meer bij. 13 minuten 19 seconden overbruggen. En je ziet wel, die GT4's die zijn zo aan elkaar gewaagd. Ik heb geen moment het idee dat iemand echt super veel sneller is dan ik. Of vice versa. The car coming up behind you.
Tijd om naar links te gaan. Zo, kan hij wel mooi clean rechts inhalen. Kaneko nu. 15 seconden achter me. Grombak nog steeds 20 voor me. Car on the right. Clear on the right. Brown zit daar vlak achter. Oké. Okay. Kijk, nu pak ik hem weer goed. Nou, dat is niet de banden, dat is gewoon mijn eigen vermoeidheid die apart begint te spelen. Ik begin te slijten, niet mijn banden. Banden trekken het al. Nou, ik ben blij. Dan ben ik 50 geworden. Maar ik ook 50 gestart ben. En dat is in feite in het midden van het veld. Daar ben ik eigenlijk wel trots op. Grombak wel bij. Net was het 20 seconden, nu is het 18 seconden. Maar ja, in 10 minuten. Krijgt een 2-10. Dan ben ik een 2-8. Nou, stel dat ik dat volhoud. 2 seconden per lap. Want je 1 lap is gewoon 2 minuten. Dus we gaan harder van 4 rondjes. In principe is hij veilig voor me. Ben ik veilig voor Kaneko, Brown of wie dan ook achter me zit. Jezus, man. Dankjewel, hè. Nou, schade voor. Zo'n gave race en dan krijg je dit weer. Weer zo'n fucking GT3'er. Die denkt dat hij wel even voorbij komt. Ja, topsnelheid is 45 kilometer weg, man.
Topsnelheid was 2.40, nu is hij 2.20. Oh, ik ben meteen zo klaar met dit hele gelul dan. Ja, light damage my ass. Wil ik gewoon mee stoppen nu. Wat was dat rondje 23? Ricciato, ik weet het niet meer. Qua schade zou je zeggen dat het hem is. En hier gaat Brouw me gewoon inhalen, want mijn topsnelheid was hier aan het eind van het rechtstuk 260. Nou, mijn boterkamp voorkant liggen de kreukels. Ja. Ik kan met moeite de 2.30 behalen nu. Oh, kijk, stuur scheef. Ja. Veertig seconden schade. Jongens, 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 jongens. Ja, ik kan hier niet meer doorrijden. Stuurt niet meer. Faster car is approaching.
on the left. Clear on the left. A faster car is approaching. Zo'n leuke race. Gewoon weer naar de kloten gereden door een Overtake Happy GT3. Net als vorige keer. Een bloody pist. Ik denk dat die andere twee GT4's niet meer rijden. Of ik word nu ingehaald. Ja, Ireland. Ah, what's weer. Nou, ik dus wel laatste. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hoe zo'n leuke race volledig verkloot kan worden door iemand. Nou, ik rij hem wel uit. Boos worden doe ik straks wel. Ronde 23, ronde 25. Incidents indienen. Faster car coming up behind you. Car on the left. Clear on the left. Ja, ik ben het laatste. Faster car coming up behind you. Right, man, leader is on the final lap. Give it all you can. Car on the left. Final ja joh, kom maar op. Clear on the left. Faster car approaching. Watch out. Alleen dan. Jezus Christus, man. Car on the left. Clear on the left. Hier, Krommak gaan we zelfs op een ronde zetten nu. Echt, ik ben hier zo kwaad. Oh.
Clear on the right. Van Oost Ricciato. Nummer 931. Die auto zit aan de achterkant goed in elkaar. Nou, laatste dus. Ja, ik stop hier ook maar meteen. Zo. Ja, ik ben hier echt kwaad over. Ik ben echt kwaad hierover. Ik reed in zo'n mooie positie. Ik had in feite vierde of vijfde kunnen worden in de klasse. Hetzelfde wanneer ik gestart ben, had ik echt niet verwacht met deze auto. En dan word je gewoon weer door een overtake happy GT3 word je gewoon gebuttfucked. Woest kan ik hierom worden. Echt woest. Maar goed, ik ga het wel weer even nakijken. Eventueel een incident support indienen en dan gaan we weer eens kijken wat we kunnen doen. Hebben we nog wat highlights? Vind ik altijd wel even leuk om te kijken. Automatically saved, highlights. Want het was wel een gave race. Jongens, laten we eerlijk zijn. Je ziet dat die GT4's gewoon heel aan elkaar gewaagd zijn. Dat je daarmee gewoon een hele gave race krijgt. De race start. Daar gebeurt ook wat. Kijk, zo hoort het. Gewoon clean. Jongen, je kan best een beetje inhouden. In plaats van er maximaal langs willen stampen, dan drijf je naar buiten en dan drijf je tegen mij aan. En ik hou gewoon mijn racelijn. Weet je, wat moet ik dan? Veel overtakes. Maar ik blijf close. Ik vind het wel gaaf van GT4 in die zin. Het is allemaal zo close.
Ook al ligt op een gegeven moment iemand 15 of 10 seconden voor je of achter je, dan nog heb ik het idee dat het allemaal zo close, dat die rondetijden zijn gewoon heel close. Het scheelt allemaal maar net een secondetje van een half secondetje. Het zijn de mindere goden vergeleken met de GT3, maar het is wel. Het is wel lekker. Close racen. Kijk hier ook. Hop, gewoon langs jongens. Niks aan de hand. Niks aan het handje. Maar dat ding gehaald, zo de pitstraat. Oh nee, daardoor ja. Die was ineens. Die miste de pitstraat volgens mij. Ik weet niet wat daar gebeurde. Nou, het ongeluk staat er niet op. En de race finish. Goed, dit was ronde 2 op Paul Ricard. Ik ben laatste geworden, helaas wederom door een ongeluk veroorzaakt door een ander. Dat is mijn visie althans. Dus ik ga er straks even terugkijken en kijken of ik daar wat mee ga doen naar de wedstrijdleiding. Niet dat ik er wat aan heb, want het is een GT3 versus GT4, dus elke straf die hij krijgt helpt mij niet. Maar het was wel een gave race. Voor de ongeluk was het wel een gave race. Dus, ik stop hierbij. Dankjewel voor het kijken. En even kijken, gaan we er meer doen. Morgen gaan we vliegen. Woensdag gaan we racen. Night King. Single race op Kyalami. Donderdag gaan we vliegen. En vrijdag RCI GT3 kampioenschap. Volgende week dus. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.